Vandaag gaan wij planken. Haha. Ik ga vandaag een tray bake maken. Dat is een grote ovenplaat vol met allemaal lekkere dingen. Die gaat de oven in. Dus de oven gaat vandaag het gros van het werk doen. En terwijl de tray bake lekker in de oven zit, ga ik een mango salsa maken met pittige peper, met koriander, met een charlotje. Wordt super lekker. Volgens mij moeten we gaan koken. Plankgas. Ik maak pompoen met kip en chorizo uit de oven. Daar heb je voor nodig. Biologische pompoen. Een chorizo, scharrelkipfilet, lekker wat knoflook, mini krieltjes, witte kaasblokjes en babyspinazie. Ik ga beginnen, want het wordt pompoen. En ik heb hier een hele pompoen. En die hele pompoen die ga ik eens eventjes halveren. Dat is altijd best wel eventjes een werkje. Daar moet je een beetje kracht voor zetten. Deze pompoen die is vrij klein. En het fijne van die kleine pompoenen is dat je die gewoon met schil en al kunt eten. Dus je hoeft hem eigenlijk alleen maar te halveren en dan de zaadjes eruit te halen. Alleen maar te halveren. Zoals je ziet heb ik daar ook echt wel eventjes wat moeite mee. Ja, nou hij is een klein beetje kapot gescheurd, maar dat maakt niet uit. Ik haal de zaadjes met een lepel eruit. Als ze een klein beetje vastzitten kun je ze ook wel enigszins lossnijden, maar het gaat vrij makkelijk zoals je ziet. Ik ga de pompoen zo meteen roosteren in de oven, dus die heb ik voorverwarmd op 200 graden. En vandaag is de oven echt je beste vriend, want het enige wat we gaan doen is dingen snijden, op een bakplaat leggen en dan mag de oven het werk doen. Zo is hij mooi uitgehold. Dan snij ik deze in maantjes. Je hebt dus zoals je ziet wel echt een groot scherp mes nodig. Eentje waar je goed echt er doorheen komt. Dan moet je ook wel een beetje oppassen met je vingers. Dan pak ik er een bakplaat bij met bakpapier. Daar verdeel ik de pompoen over. De zaadjes van de pompoen die worden ongeveer in mei geplant. En dan gaan ze ongeveer 4 maanden erover doen om een mooi oranje bolletje te worden. Dus ongeveer ja, in het begin van het najaar worden die pompoenen geoogst. Dat is ook de reden waarom we zo ontzettend veel pompoen eten vanaf oktober. Dus het is het hele jaar verkrijgbaar, maar we eten het echt in het najaar. Dan de kipfilet. Ik heb hier 2 kipfiletjes. En die snij ik eventjes in een soort haasjes. Oftewel, ik snij elke kipfilet in de lengte door de helft. Dan krijg je 4 haasjes. En maak die blokjes ook echt niet te klein. Want als je hem te fijn snijdt, dan wordt de kip heel erg droog. Die pompoen heeft namelijk echt wel eventjes nodig in de oven. Dus als je ze lekker nog wat forser houdt, blijft die kip tenminste nog lekker een beetje mals en sappig. Nou, die leg je er ook gewoon tussen. Ik gebruik vandaag kipfilet, maar denk eraan, je kunt ook worst gebruiken of alle stukjes vlees eigenlijk die je maar kunt bedenken. Het enige waar je echt over na moet denken als je een tray bake maakt, is dat de ingrediënten ongeveer dezelfde garingstijd moeten hebben. Wat ik zelf altijd heel lekker vind bij een tray bake is veel knoflook. Lekker 4-5 tenen. Dit zijn kleintjes, dus ik pak er lekker 5. En die hoef je ook niet helemaal fijn te snijden. Je kunt gewoon de knoflook kneuzen. Dan kun je het velletje ervan afhalen of je laat het eromheen zitten. Alle twee lekker. Je kunt namelijk de knoflook laten liggen. Of als je net zoals ik een enorme knoflookfan bent, hem wel degelijk opeten. Want wat er zo lekker gebeurt, als hij zo'n tijdje in de oven heeft gezeten, dan wordt het bijna een soort zoete gepofte knoflook. En ik vind dat stiekem altijd heel lekker. Ik haal dat een beetje zo uit, dat schilletje, en dan wrijf ik het over het stukje kip heen of over de pompoen. Dat is eigenlijk gewoon hartstikke lekker. Het is bij mij thuis ook echt favoriet om zo'n tray bake te maken, omdat ik er en heel goed restjes mee kan opmaken. Als ik nog een klein stukje chorizo in de koelkast heb liggen, of nog wat groenten waar ik eigenlijk niet meer zo goed weet wat ik ermee moet, die net tegen het randje zitten van weggooien. Je gooit het gewoon allemaal samen op zo'n bakplaat, het gaat de oven in. En je hebt gewoon een heel lekker gerecht. Wat ook nog eens heel snel en makkelijk om te maken is. Ik heb chorizo. Ik gebruik vandaag een halve. Daar haal ik even het vel vanaf. Ik
En dan halveer ik, of dan snij ik hem eigenlijk in kleine blokjes. Ook de blokjes hou ik weer niet te klein. Ik maak eigenlijk een soort dobbelsteentjes. Want ook chorizo moet weer niet te lang bakken. Je wil niet dat hij helemaal uitdroogt namelijk. Dus dobbelsteenformaat is lekker. En die chorizo geeft natuurlijk super veel smaak af. Er zit natuurlijk de pimenton in. Dat is die Spaanse paprika poeder. Er zit heel veel knoflook in. Lekker nog wat andere specerijen. En die komen allemaal vrij. Die gaan straks natuurlijk door de hitte van de oven uit die worst komen. En dat gaat dan lekker door al die groenten heen bij die kip. Dat is natuurlijk een ideale smaakmaker. Dus ook de chorizo verdeel ik over de bakplaat. Dan heb ik hier wat mini krieltjes. Ook die verdeel ik over de bakplaat. En Sjanne, ben je het met me eens? Kijk nou hoe leuk en vrolijk dit er al uitziet. Nu al. Super makkelijk. Ja, ik vind het altijd een mooi eindresultaat. Ik vind het dus een goede tip dat je gewoon alles uit je koelkast en van je groentelade kan op kunt maken. Precies. Dan kun je hier natuurlijk gewoon olijfolie overheen sprenkelen. Maar ik gebruik vandaag witte kaas. En die olie van die kaas, die is al helemaal op smaak gebracht met allerlei kruiden. De olie giet ik eventjes af. En dan ga ik eventjes een klein beetje van die olie over de traybake heen doen. En dat verdeel ik eventjes goed over de bakplaat heen. Klein beetje peper, dat is natuurlijk ook wel lekker. Zout hoeft echt niet, want door die chorizo en ook zo meteen door de witte kaas wordt het zout genoeg. En ik heb hier heel veel verse kruiden in de keuken staan. Als je die thuis ook hebt, gebruik ze alsjeblieft. Lekker wat rozemarijn. Super lekker vind ik dat altijd ruiken. Je kunt hem gewoon met tak en al erop leggen. En dan gaat hij zijn smaak afgeven en dan gooi je straks gewoon de takjes weg als je het gaat eten. Want dan zijn ze helemaal uitgedroogd en dan hebben ze eigenlijk hun werk gedaan. De witte kaas verdeel ik er ook overheen. En dan kan hij een half uur de oven in. En zo makkelijk is het. Vandaag alles in een hele grote pan, namelijk de bakplaat. Maar wat kun je nog meer doen? Je kunt natuurlijk ook in de winter alles in hele kleine pannetjes doen. Oftewel gourmetten. Kijk maar mee. Ik ben onderweg naar Brenda. En Brenda bedenkt makkelijke maaltijden voor haar blog en kookboeken. En is dol op gourmetten. Hoi Roberta. Hey. Brenda, ik kom bij je gourmetten. Hey, wat een fijne keuken. Nou, dankjewel. Super. Hey, en jij bent echt dol op gourmetten, begreep ik. Ja, superleuk om te doen, vooral bij de hele familie. Onze jongste dochter is 2, dus die krijgt er niet zoveel van mee. Onze oudste is 4 en die vindt het al superleuk om te doen. Ja, het is zo leuk met kinderen, die kleine pannetjes. En ze leren een beetje wat over eten natuurlijk. Wat fijn. Heb je favorieten? Mijn favoriete stukje vlees is de slavink. Oh, dus een traditionele gourmet met vlees, met slavinken dus, gemarineerde biefstukjes, hamburgers, schnitzels, het champignons, cocktailsaus en natuurlijk stokbrood. Dat mag niet ontbreken. Nee, en je kunt dus ook met vis en met groenten een heerlijke gourmet maken. Zullen we courgettelinten gaan maken? Gaan we doen. En met die courgettelinten gaan we geitenkaas inpakken. Lekker! Nu de slierten klaar zijn, heb ik hier zachte geitenkaas. En ik wil die inpakken in de courgettelinten. Nummer 1. Ziet er goed uit. Weet je, Brenda, wat ik altijd heel lekker vind? Die snackpaprikaatjes, aspergetips, wortelpompoenballetjes en guacamole met volkorenpita is ook altijd super lekker. En natuurlijk niet te vergeten de zalm, de vis. En weet je wat ook lekker is? Om de zalm nog extra op smaak te brengen met citroen en dille. Samen met een klein beetje olijfolie. Dat roeren we even door elkaar. Nou, dan kun je het zo op tafel zetten. Lekker met een patje citroen erbij. Oh ja, ik wil proeven. Mag dat? Ga even voor je bakken. Lekker. Ja, lekker met een beetje citroensap. Kom, neem een hapje. Hij is heerlijk. Lekker hoor.
We hebben nu natuurlijk lekkere dingen met vis gedaan. Maar ik wil ook nog even iets met groente doen. Ik dacht met paprika, om daar een soort ringen van te maken en daar een eitje in te breken. Oh, lekker. Nou, dan kunnen ze eronder. Yes. Ik vind dat we er meer op moeten leggen. Ja. Lekker wat vlees erop leggen. Dit ziet er ook vrolijk uit, toch? Ja, dat is een leuke tip. Volgens mij zijn de geitenkaaspakketjes klaar. Yes. Lekker hoor. Wauw. Nou Brenda, enorm bedankt voor je tips. Superleuk. Ja, graag gedaan. Ik heb er helemaal trek van gekregen. Nou, jij pakt natuurlijk een slaapwink. Ja, tuurlijk. Gourmet tips. Ik hoop dat ze bruikbaar zijn voor de komende weken bij jullie thuis. Ik ga nog een lekkere salsa maken, want de tray bake zit in de oven. Dus ik heb nog even wat tijd. Ik heb hier koriander. En ik heb hier een lekkere eetrijpe mango. Een shallotje. En voor de pit, lekker wat rode peper. Deze salsa is echt super lekker om te maken bij de tray bake. Omdat die heel fris is en een klein beetje zoetigheid heeft van de mango. Zet hier eventjes een grillplaat aan. Gewoon lekker heet laten worden. En dan heb ik hier één mango. Die ga ik gewoon even schillen met een dun schiller. En in zo'n mango zit natuurlijk altijd zo'n grote pit. Het is altijd even goed om te kijken waar die het smalst is. Want dan kun je hem mooi langs de pit snijden. Dat je dus niet in de pit snijdt. Het is altijd een platte, grote pit. Dan kan ik mooi de eerste partjes eraf snijden. Nou, zo ongeveer. Dit snij ik in partjes. Die doe ik niet te klein, want ik wil natuurlijk kunnen grillen. Het is heel leuk om mango te grillen, want hij krijgt een beetje een soort barbecue smaak bijna. Dan smeer ik de partjes in met een klein beetje zonnebloemolie. Dat is natuurlijk tegen het plakken. Even met een kwastje de zonnebloemolie op de mango smeren. Dan gaan de partjes op de grillplaat. Ze hebben echt maar heel kort nodig. Het gaat er meer om dat het grillstreepje ontstaat en dat hij een klein beetje die smaak krijgt van gegrild fruit. Het is ook heel leuk om dit trouwens een keer met een avocado te doen. Of in de zomer met watermeloen, ook super lekker. Dat dan weer op een salade te doen. Krijgt echt een beetje een extra dimensie. Dus het is echt heel lekker. Dan draai je hem voorzichtig even op, zodat hij aan alle kanten gegrild wordt. Terwijl hij even nog rustig doorgrilt, heb ik hier ook een beetje koriander. Ik gebruik niet het hele bosje, maar ongeveer de helft. Een steeltje snij ik ervan af. En bij een salsa vind ik het altijd wel lekker als de koriander echt goed fijn gesneden is. Zodat die smaak echt helemaal erin trekt. Ik ga weer even bij de mango kijken. Ik denk dat hij weer eventjes omgeflipt moet worden. Ja. Nou, dan kan hij er volgens mij af. Dus ik pak er eventjes een klein schaaltje bij. Een bordje. Dan ziet dit er eigenlijk al hartstikke leuk uit, hè? Je kan natuurlijk ook een salade maken en daar lekker van die gegrilde mango op leggen. Of een stukje kipfilet bakken. En daar dan weer die gegrilde mango op leggen. Met wat rode peper en wat verse kruiden. Dat is eigenlijk net eventjes iets anders dan een keer mango chutney of zo. Grillplaat kan uit. Deze kan even afkoelen. Dan heb ik hier nog een enorme rode peper. Die is echt best wel groot. Daar ga ik mooi de helft van gebruiken. Dan kun je zelf kiezen of je met zaadjes of zonder zaadjes doet. Ik rol de zaadjes altijd even los uit het pepertje. Dan haal ik het steeltje eraf en dan kan je de zaadjes er als het ware uitpikken.
Dan komt het gros van de zaadjes meestal wel mee. Gebruik ik dus de helft vandaag. De andere helft kun je natuurlijk gewoon bewaren. Hè. Die kun je dan weer lekker in een saus of in een stoofschotel verwerken. Of in lekker wat Aziatisch eten. Ook bij de rode peper wil je hem wel lekker fijn snijden. Dus even mooie kleine blokjes. Kijk, fijn gesneden rode peper, fijn gesneden koriander. Een kommetje. Kunnen die er vast in. Bij een salsa hoort ook altijd een lekker shallotje. En die mag je ook weer mooi fijn snijden. Dus altijd eventjes je snijtechnieken oefenen als je dit soort gerechtjes maakt. Je zit hier in de studio nog zo lekker met je Sinterklaasspullen. Hoe was jouw Sinterklaas? Vroeger. Nou, wij hadden heel veel geluk, want wij waren een Italiaans en een Nederlands gezin. Dus we hadden op 5 december de Sint die langskwam. En op eerste kerstdag, 's ochtends, zat ik de kerstman. Dus ik had gewoon 2 keer in de maand cadeautjes. Lekker hoor. Dus het was altijd een blije maand. En heb je dat nou in jouw eigen gezin doorgevoerd? Zeker wel. Oh, heel goed. Natuurlijk. Mijn kinderen zijn ook een kwart Italiaans. Verder is er weinig Italiaans aan. Maar ja, ze houden heel erg van pasta, dat wel. Even goed het mes er doorheen, dat het mooie, fijne snippertjes worden. De shallot voeg ik toe aan het bakje. En vandaag maak ik die salsa bij de tray bake. Maar dit is dus ook heel lekker bij Mexicaans eten. Misschien heb je afgelopen maandag gekeken. Dat recept kun je terugvinden op jumbo.com. Daar maak ik hele lekkere zelfgemaakte taco's. Daar zit ook heel lekker bij trouwens. De mango, de gegrilde mango, die is inmiddels een beetje afgekoeld. Dus ook deze snij ik in blokjes. Goed, alles is gesneden. Het kan lekker allemaal bij elkaar, zodat het een geheel kan worden. Mocht je nou denken, oh wat een super lekker recept. Dit recept van de mango salsa met pittige rode peper en koriander kun je terugvinden op jumbo.com. Dus daar kan je het precies even teruglezen. Ik roer hem door. En heb je nou nog een limoentje in huis? Bert zat er ook lekker doorheen. Lekker fris ook. Super lekker bij de tray bake. Over de tray bake gesproken. Eens even kijken hoe het in de oven gaat. Oh, dat ziet er goed uit. Alles is mooi goudbruin geworden. Die kaas is een beetje gesmolten. Knapperige krieltjes. Die is zo meteen klaar. Ik ga jullie vast vertellen wat we morgen gaan doen. Morgen gaan we pasta maken. We gaan penne koken. Daar ga ik balletjes bij maken van ricotta, de Italiaanse kaas. Die ga ik op smaak brengen met oude kaas. En die ga ik paneermeel doorheen doen. Balletjes van rollen. Bakken in de pan. Wordt super lekker. En ik ga een heerlijke tomaatsaus maken. Met snacktomaatjes. Die ga ik poffen in de oven met paprika. Pureren tot een lekkere gladde saus. En dat dan door die pasta heen met die balletjes. Je gaat het gehakt niet eens missen. Wordt een toppertje. Volgens mij moet ik de tray bake uit de oven halen. Yes. Poeh. De hitte komt uit de oven zoals je ziet. Maar het ziet er wel fantastisch uit. Zoals ik al zei. Als je er kruiden op hebt gelegd, haal die eraf. Die zijn helemaal uitgedroogd. Die wil je niet meer eten. Ik ga de salsa even in een leuk kommetje scheppen. Een deel laat ik even staan. Een deel neem ik mee om zo meteen nog over de tray bake heen te doen. Nou vind ik zelf die tray bakes altijd zo mooi eruit zien dat ik het zonde vind om het op een bordje te scheppen. Dus ik zet meestal of die hele schaal gewoon op tafel.
Of ik doe wat ik nu doe. Ik schuif heel voorzichtig het bakpapier van de bakplaat af. Vandaar dat ik dus met die enorme deur in huis kan vallen aan het begin van de aflevering. Kijk. Nou, ik vind het prachtig. Woehoe, het is gelukt. Zweet op mijn bovenlip. Ik heb hier nog wat babyspinazie. Die kun je er doorheen scheppen, maar dan is natuurlijk het effect wel echt weg. Dus ik zou zeggen, serveer hem er lekker bij wat je overhoudt. Babyspinazie heeft een hele lekkere, milde, zoete smaak. Het is gewoon normale spinazie, meer die sneller geplukt wordt. Dan heb ik hier natuurlijk nog de salsa. Die verdeel ik een beetje over de traybake. Kijk nou even, wat lekker. En hoe makkelijk was het vandaag wel niet. Het is toch ook wel weer een keer lekker. Een simpel gerechtje, wat er dan zo feestelijk uit gaat zien. Een traybake met lekkere halve maandjes van pompoen. Knapperig gebakken krieltjes. Lekkere malse kipfilet. Een beetje wat witte kaas en chorizo voor die hele lekkere smaak. En ik had ook nog tijd voor een salsa van gegrilde mango met heel veel Spaanse peper.